Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Ja, van harte welkom bij deze Heracles TV special, waar we terug zullen gaan blikken op de eerste seizoenshelft van seizoen 2019-2020 met drie hoofdrolspelers. Maar eerst de beelden van de wedstrijd tegen Heerenveen. Ja, zoals gezegd, de drie hoofdrolspelers van deze eerste seizoenshelft vandaag naast mij in deze hele speciale setting. Cyriel Dessers, Robin Pruppen en Sylvester van der Water, heren, welkom. Laten we het seizoen een beetje chronologisch doorgaan nemen, althans de eerste seizoenshelft. Na een goede start, althans de voorbereiding, onder andere de winst tegen Bayer Leverkusen, ging het toch niet helemaal zoals gewenst, denk ik, Robin, om bij jou te beginnen? Nee, we hadden eigenlijk, wat je zegt, een hele goede start in de voorbereiding. We voelden ons goed en we werden steeds fitter en dat merkte je ook... In de wedstrijden die volgden eigenlijk in de voorbereiding. En dan denk je dat je er klaar voor bent. Alleen dan zie je dat een voorbereiding eigenlijk niet heel veel zegt. Kijk, we hadden wat foutjes waardoor Heerenveen eigenlijk heel snel op voorsprong kwam. En dat kwamen we niet meer te boven. Alleen dat is heel erg zonde om zo mee te beginnen. Ja, Cyriel, welke wedstrijd staat je daarin het meest bij van het slechte begin? Natuurlijk, Heerenveen was wel heel duidelijk. Maar ja, langs de andere kant, die eerste vier wedstrijden hadden misschien maar twee punten. Maar ik vond het spel helemaal niet zo slecht. En dat gaf ons als groep en in de kleedkamer ons dat wel vertrouwen. En zeiden van, ja jongens, het zit nu een beetje tegen. Ook met onder andere met de VAR in Fortuna. En we wisten wel dat het zou keren, omdat we gewoon kwaliteit genoeg hebben. En als je dan ziet waar we nu halfweg het seizoen staan, ja, dan denk ik dat we gelijk hebben gekregen. Ja, absoluut. Sylvester, voor jou ook een bijzondere wedstrijd, de wedstrijd tegen Groningen. Was dat het kantelpunt? Ja, ik denk dat het wel het kantelpunt was. De vorige wedstrijden, ja, natuurlijk, we misten misschien nog een beetje vertrouwen ook in de doelpunten maken. Misschien ook gewoon verdedigend nog. Nou, dat hebben we gewoon goed herpakt. En ik denk dat we dat gewoon goed hebben gemaakt bij Groningen uit. Ja, aardig goaltje, hè? Zat er goed in, toch? Ik zat er goed in, ja. Ja, ook nog een rol voor jou weggelegd, Cyriel, bij de goal. Echt een teamgoal, denk ik, hè? Sylvester maakt hem goed af. Ja, nee, tuurlijk. Maar ik denk dat we in deze stijl eigenlijk verschillende goals hebben gemaakt nu in de eerste seizoen zelf. Waar we goed eruit komen, eigenlijk snel kunnen uitbreken en dan met goed samenspel er zo snel kunnen uitkomen en een goal kunnen maken. Ja, en laten we niet vergeten de wereldgoal van Lennart natuurlijk. Ook niet geel onbelangrijk. Zat er goed in, ja. Robin, als we het dan toch hebben over deze eerste seizoen zelf, wat was daarin voor jou het hoogtepunt? Verschillende natuurlijk wel. Alleen ja, als eentje bij staat, dan is natuurlijk de overwinning op Twente. Ja. Niet zozeer misschien alleen de overwinning, maar ook hoe je het daarna met de supporters viert en hoe het leeft hier, zeg maar. Ja. Dat vond ik heel erg mooi om hier terug te komen op stadion. En als je ziet hoe dat heeft gepakt bij heel veel fans vanuit Almelo. En ja, dat vond ik heel mooi om mee te maken. Ja, bijzonder feest, toch, Cyriel? Ja, nee, absoluut. Ik heb het ooit eens een keer meegemaakt met NAC, bij de promotie. Maar ja, nu was het een derby. En dat was eigenlijk lang geleden dat ik nog een echte derby had gespeeld. Ja. En je kijkt er wel naar uit, je leeft er naar uit. En als je dan inderdaad zo'n avond hebt, ja, dan is het, dan kan het weekend goed beginnen. Ja, Sylvester, had je het verwacht dat het zo erg leefde? Ik heb wel vaak verhalen gehoord inderdaad dat het zo leefde. Maar om het zelf mee te maken, dat is toch wel echt het mooiste wat je kan hebben eigenlijk. Ja. Eerlijke assist ook voor jou, Robin. Ja. Of Cyriel. Beursie, hè? Kwaliteit, goed te zien. Nee, ja, soms moet je rigoureus zijn als centrale verdediger en die bal weg zien te werken. Ja. En, nou ja, dan is niets lekkerder dan zo'n spits te hebben die dan erachteraan gaat en er nog wat van maakt, zeg maar. Uiteindelijk
was dat de inleiding tot winst, ja. Ja, want toch niet geel toeval, denk ik, toch, Cyril? Zo'n balletje. Natuurlijk, hij valt er gelukkig achter, maar het is wel typisch dat jij daarop loopt. En... ja, nee, precies. Ja, precies. Het gebeurt wel vaak. Ik denk dat Vitesse was het ook, denk ik, Dario die de bal wegschoot. En ja, dan maken we er ook nog een goal. Ja, ik probeer erop te loeren. En dat is inderdaad een van mijn kwaliteiten. Dat ik dan net in een duel kan komen of op de keeper kan afgaan. En dan, ja, dan moet je hem erin schieten. Recent tegen Sparta ook, denk ik, weer bijna een voorbeeld waar... ja, precies. Het gebeurt bijna hetzelfde, ja. Ja. Jongens, het is tijd voor een quizvraagje. Een quizvraag? Oh. Ja. Laten we maar gaan kijken. Het moment van Twente uit naar het doelpunt van Mauro. Zijn vraag over Sylvester. Sylvester mag niet antwoorden. Deze is voor Robin en Cyril. Dus jullie mogen je bordje gaan pakken. En dan gaan we kijken naar het fragment. Ah, ik weet al waar die over gaat, hoor. Ja? Goaltje van Mauro met de klok. Ik stref in, dat. Vraag het is als volgt, jongens. Je wordt flink gejuicht door iedereen, maar wat gebeurt er nu? Is dat... Het is een ABC'tje. Ik heb het gevoel dat jullie al wel weten, maar is dat A, Sylvester wordt geslagen door Alexander Merkel? Is dat B, Sylvester vangt een biertje uit het publiek? Of is dat C, Sylvester maakt het bekende stilgebaar? Laat me zien. Ja, duidelijk toch? Iedereen heel gezien, denk ik, in de spelersgroep. Laat maar gaan kijken naar het antwoord. Hoogste puntje, Sil. Ja. Nog even getwijfeld van ga ik hem drinken of niet? Of? Ja, eigenlijk wel. Ja. Kijk eens. Oh, er zat ook niks meer in, hoor. Wel goed vervangen. Ah, nog een klein beetje. Niet goed, hoor. Heb je hem geklipt, Kas? Laatste nog mooi klikken. aan onze eigen cameraman achter de goal. Gelukkig stond hij erop, toch? Ja, mooi moment. Gaan we door naar de volgende, jongens. Deze is over Robin. Dus alleen Cyril en Sylvester mogen antwoorden. Het fragment is de wedstrijd thuis tegen ADO, vlak voor rust. Laat maar gaan kijken. Dan kan ik ook wel vast de vraag stellen. Het moment komt straks stil te staan en dan is de vraag wat gaat er gebeuren. Hier zien we Robin die verdedigt. Jannis die de bal pakt. Is dat A, Robin wordt kwaad op Jannis? Is het B, Robin geeft Erik Valkenburg nog even een setje? Of is dit C, Robin geeft Jannis Blaswieg spontaan een applaus? Deze weet ik zelf niet eens. Nee. Het is me niet onvervallend. Nee. Laat me zien. Cyril denkt B. Geef Valkenburg nog een setje. En Cyril denkt C. Laten we maar gaan kijken naar het goede antwoord. Ja. Applausje. Weet je nog waarom, Robin? Of? Waarschijnlijk omdat hij goed uitkwam. Ja. Ja, niks meer, niks minder. Niks meer, niks minder. Ja. Gewoon, het is wel belangrijk als een keeper erachter zit. En, tuurlijk. Doet hij goed. Ja. En wat win ik als ik deze quiz win? Helemaal niks. Dat zie je straks. Okay. Ja. Alweer de laatste vraag, jongens. Cyril is in ieder geval afgevallen. Je raadt het wel. Deze gaat over Cyril. Dus Cyril, jij niet antwoorden deed wel. Alleen Robin en Sylvester. Het fragment van Heracles TV. Onze eerste seizoen Heracles TV natuurlijk. Daarin waren Debny en Cyril te gast. Voor de wedstrijd tegen VVV. En laat maar gaan kijken. En dan is de vraag welk antwoord Cyril gaf op de vraag die ik stelde. Het was een mooie teamgoal. Tot slot, wat was het mooiste doelpunt? Van afgelopen zaterdag. Je hebt 6 keuzes. Wat gaf Cyril je verantwoord? Is dat A, één van mijn 3 doelpunten, zou ik zeggen. Zijn hat-trick natuurlijk. B, alle 6 waren eigenlijk weinig bijzonder. Of C, ik denk die van Cyril. Laat me zien. Jij hebt een fout. Dat weet ik sowieso. Ja, laat me zien. Wat heb jij? Je hebt 6 keuzes. Hou op, hoor. Ik denk die van Cyril, hoor. Hou op, hoor. Ja. Keurig. Die van Cyril? Ja. Nee. Weet je het goaltje? Ja, weet je die niet meer? Dat was met recht. Met zijn punt. Ja, die raken die helemaal verkeerd. Ja, dat wel. Maar gaan kijken wat, goed in. Wat Cyril daarna nog zei, want die was nog niet uitgesproken over die goal. Ik denk die van Sil, hè? Ja, ik denk die van Sil. Met zijn verkeerde been zelfs, hè? Met rechts. Ja, hij wilde ons gisteren wijsmaken dat hij met buitenkant rechts hem schiet, maar ik denk dat hij hem gewoon puntert, hoor. Ja, dat kan toch niet anders zijn? Zo heb ik hem nooit meer rechts geschieten. Punten, vreef of in tak van toe. Ja, ik vond het echt. Ik kon het niet geloven. Ik moest op de schermen kijken hoe dat was gebeurd eigenlijk. Want ik zeg, Sil met rechts, hoor. Maar dit is echt heel mooi goal. Nee, goeie goal. Sil, het definitieve antwoord. Was het een puntetje of een buitenkant? Buitenkantje. Ja. Super. Goeie heerlijke goal, toch, jongens? Ja, ze gaan. Is het. Oh, heerlijke overwinning, natuurlijk. Straks nog meer beelden en hoogtepunten van de andere jongens. We gaan eerst even naar de reclame, dus blijf kijken. Dan zijn we straks weer terug. Ja, welkom terug bij deze Heracles TV special. We waren gebleven bij de hoogtepunten van de jongens. Sylvester, ditmaal een woord aan jou. Wat is jouw hoogtepunt van de eerste seizoen zelf? Ja, ik denk nog wel echt de thuiswedstrijden.
We hebben veel doelpunten gemaakt, ja. Weinig tegen gehad. En ja, dat is gewoon een groot compliment voor het team. Ja, 6 wedstrijden, inclusief de bekerwedstrijd tegen RKC. Ja, veel doelpunten inderdaad. Ja. Mooie goals ook. Dus wat ik zei, heel weinig tegendoelpunten. Ja. Dus, Verklaring voor Robin, dat het ineens zo goed ging thuis? Nou, ik vind niet dat het ineens zo goed ging. Ik vind dat wij, als je de afgelopen 2, 3, 4 jaar volgens mij kijkt, hebben thuisoverwinningen best wel veel gehad natuurlijk. Ja. Maar wat wel is, we hebben wel echt veel doelpunten gemaakt thuis. En 2 keer ja, 6-0, 4-0, weet ik wat. Dus ja. Op zich is dat wel uniek, denk ik, dat je zoveel scoort. Ja, Cyril, merk je dat op een gegeven moment ook? Als je hier het veld opstapt, dat je een stukje onoverwinnelijkheid misschien wel hebt? Ja, het geeft sowieso wel extra vertrouwen als je hier thuis kan spelen. Zeker als je in zo'n goede reeks zit, zoals we afgelopen maanden hebben gezeten. Ja. Maar ik denk dat het ook voor de tegenstanders ook wel gewoon lastig is. Want die weten van, Heracles thuis is sterk. En dan komen ze toch met een bepaald gevoel naar ons toe. En als je daar dan van kan profiteren en dat kan omzetten naar iets positiefs voor ons. Ja. Ja, dan kan je een mooie reeks neerzetten zoals we hebben gedaan. Welke staat daarin misschien wel bovenaan voor jullie zelf? Dat je zegt van dat was echt misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen. VV denk ik. Ja. Speelden we ook echt goed, vond ik. Hadden we echt goed positiespel en weinig kansen tegen. We scoorden heel veel, dus ik denk dat wel de beste wedstrijd was. Ja. Willem II vond ik ook heel goed. Willem II speelde ook goed. Als je ook ziet hoe goed Willem II het dan nu doet, dan vind ik dat ook wel een prestatie. Ja. Dat we toen eigenlijk hebben we 1 kans weggegeven, die zat erin denk ik. En voor de rest maar eigenlijk, hebben we echt een heel complete wedstrijd gespeeld. Ja. Is het dan wat dat betreft jammer dat de wedstrijd tegen Utrecht wel verloren ging? Dat was een mooie krachtmeting natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, dat is, natuurlijk wil je die wedstrijd dan ook winnen, zeker omdat het dan op dat moment voor de vijfde plaats gaat. Ja. Maar ja, kijk, het is, je kan natuurlijk, ja, hoe graag je het ook zou willen, je kan niet elke wedstrijd winnen natuurlijk. Nee. Schiel, het is hoogtijd voor jou, hoogtepunt. Zeg maar. jij hebt ze voorbereid, denk ik. dus ik luister graag. Ja, ik neem aan je hat-trick toch, onder andere, tegen VVV. Ja, natuurlijk. Ja, dat is wel, wel heel, heel speciaal. Het is natuurlijk altijd leuk om goals te maken. Maar als je dan een hat-trick kan maken, dat staat toch altijd mooier. Ja, en zeker wat het gevoel... Spelen van de maand. Dat is ook mooi. Maar dat zijn dan... Ja, precies, maar dat was het gevolg natuurlijk. Topscorer. Ja, maar dat zijn allemaal individuele bekroningen. En dat doet plezier natuurlijk. En dat is fijn om te hebben. Maar ja, ik zou toch ook graag de teamdoelen bereiken dit jaar. Ja. En dat is eigenlijk dan het eerste doel. En wat erbij komt, dat is een mooie beloning. Maar dat is maar extra. Ja, we blijven toch proberen, Schiel. Hoeveel doelpunten wil je maken dit seizoen? Ja, dat is moeilijk. Kijk, ik zit nu met de beker erbij aan 14. Dus ik hoop wel boven de 20 uit te komen dan, met de beker erbij. Robin, had je het verwacht toen Cyril hier in Almelo kwam van die staat in de winter bovenaan in de topscorerslijst? Nee, dat niet. Maar ik wist wel wat hij kon. Dus ik wist wel dat hij voor de goals zou gaan kunnen zorgen bij ons, zeg maar. Ja. Zeker als je zag wat er wegging. Dan was Cyril, die dan komt, die moet het dan gaan doen. Dus wat dat betreft wel. Alleen dat hij dan bovenaan staat met, als je ziet wat voor spitsen er rondlopen in de Eredivisie, dat is zeer knap, ja. Ja, verdedigend zijn er zeker ook hoogtepunten geweest, laten we dat niet vergeten. Ja, er wordt altijd een beetje ondergesneeuwd, hè? Maar het maakt niet uit, ja, vertel. Kom maar. Is bijvoorbeeld Feyenoord daar in de wedstrijd, vond ik eentje waar het heel erg naar boven kwam, hè? Het verdedigende en ook het vieren van verdedigende acties. Ja, nee, precies. Dat zag je, dat is het mooie aan, vind ik, ons team. We verdedigen met z'n allen, we aanvallen met z'n allen. En als je dan verdedigend 2 acties hebt op de lijn, die van de lijn worden afgehaald, waardoor je een punt behaalt bij Feyenoord uit. En hoe dat dan gevierd wordt, dat zijn mooie dingen. En voor mij mag dat vaker, ja. Dit was typeren natuurlijk. Ja. De bal van Lennart van de lijn en nu de sliding van Mats, volgens mij. Ja, nee, dat zijn... Daar kan ik als verdediger heel erg van genieten. Ja, natuurlijk. Jullie ook? Ja, zeker. Tuurlijk, ja. Want uiteindelijk doe je het allemaal samen. Ja. En als de verdediging dan goed staat en de aanvallen doen ook hun ding, dan... Ja, dan voel je wel gewoon echt dat het echt een team is ook. Ja, we zagen hem al even lopen. Kio, op 6. Wat voor speler is hij? Denk ik ook een verrassing voor jullie geweest, hoe gauw hij zich ingepast heeft in het team. Ja, heel snel eigenlijk. Maar ja, het is wel, ik vind het heel knap wat hij doet. Want het is echt een balveroveraar, zeg maar. Een hele vervelende gast op het middenveld, denk ik, voor tegenstanders. En we hebben het wel eens over, ook in trainingen tegen onszelf, zeg maar. Dat je denkt van, doe even rustig, maar hij loopt dwars door je heen. Hij staat op je voet. Hij is echt een hele vervelende gast om tegen te spelen. En zo'n jongen moet je wel in het team hebben, ja. Maar ook een goede voetballer, bovenal, denk ik. Ja, zeker. Tijd voor wat luchtjes, jongens. Het is ook het eerste seizoen geweest, zoals gezegd, weer van Heracles TV. Voor het eerst in lange tijd. En daar waren ook genoeg bloopers. Laten we maar gaan kijken. Ja. Oh ja, dat was een goeie. Dat was wel echt een goeie.
Morgenavond is er weer Heracles TV met Robin Pruppen en Tim Reukers. Om 6:10 op Fox Sports 1. Met Tim Reukers. Ik had niet zijn eigen naam zeggen. Of moet ik echt jouw naam noemen? Met Tim Reukers. En Robin Pruppen. En Kasper. Hij is een wat meer teruggetrokken ploeg die op een eigen helft blijft. Ja, ik denk niet een teruggetrokken Oh, die moet denk ik even opnieuw. Zo. Dat is zo moeilijk aan teruggetrokken. Ja. Vanavond weer een nieuwe aflevering van Heracles TV met Dabney Dos Santos en natuurlijk Cyriel Dessers. Om. En natuurlijk Cyriel Dessers. Om fuck. Ik schouw nu uit zitten. Ja, maar wil je even lopen of wandelen? Beetje joker, beetje joker. Ja. Die was heel slecht. Tage, dan zijn ze in wedkampfritmus ook. Ja, bedankt. Oké. Okay. Dat is test. Oké. Okay. Oh. Ja. Okay. In die, hè? Ja. Cyriel ook in die. Ah, toch? Cyriel in die. Of die. Oh, ik kan weer zo'n bloepen dingetje maken. Oh, wat de f***? Nee, om 6:10. Ja. Om 6:10? Okay. Ja, Cyriel, wat was er nou? Fox Sports... Fox Sports 2. Fox Sports 2. Ik heb geoefend. Ja, fantastisch. Robin, als we hebben iedereen zijn hoogtepunt nou even besproken. Als we even de algemene tendens nou samenvatten. Welk gevoel overheerst? Ja, toch wat tevredenheid. Dat we wel redelijk op de goede weg zijn, vind ik. Af en toe wat hebben laten liggen, maar ik denk dat we waar we mee bezig zijn mee door moeten gaan. En dan zou er iets moois in kunnen zitten dit seizoen, ja. Zeker gezien het feit dat er gewoon weer een compleet nieuwe, of compleet, een veelal nieuwe selectie weer stond, hè? Dan is het... Ja, maar ja, in principe moet je daar altijd wel rekening mee houden natuurlijk als je bij Heracles voetbalt. Het kan zijn dat er veel wisselingen zijn binnen een selectie. Maar dat hebben we tot nu toe elk jaar eigenlijk wel redelijk goed opgevangen. En je ziet dat redelijk snel weer inpast. En dat we daarmee verder gaan. En, dat hebben we tot nu toe redelijk goed gedaan, ja. Ja, Cyriel, het is vaak gezegd. Het staat ontzettend dicht bij elkaar dit seizoen in de Eredivisie. Is dat gevoel ook bij jullie? Dat elke club buiten Ajax en AZ misschien om van elkaar kan winnen? Ja, natuurlijk kan zeker. Ja, je hebt het gezien. We hebben verloren bij RKC uit. En die staan nog steeds laatste. Maar uiteindelijk blijft alles gewoon moeilijk. Komen spelers met veel kwaliteiten bij elke club nu. Van binnen en buitenland komen ze. En het wordt eigenlijk allemaal gewoon steeds moeilijker. Ja, maakt dat dit seizoen ook misschien wel tot de mogelijkheden dat je echt een keer bovenin kan eindigen als een club als Heracles? Ja, kan zeker inderdaad. Ja. Daar gaan we natuurlijk ook wel voor. Maar ik denk ook sowieso met de kwaliteiten die wij hebben, zou dat zeker kunnen. Ja, ook het bekertoernooi. Ga lekker tot nu toe, Cyriel. Waar kan dat eindigen? Ja, dat is altijd afhankelijk van welke clubs je natuurlijk tegenkomt in het verdere verloop. Maar ja, ik ben nog nooit echt ver geraakt in de beker. Dus ik hoop al een paar jaar op een mooi bekeravontuur. Dus het zou mooi zijn als er dit jaar eens van kan komen. Ja, Heracles heeft ervaring mee natuurlijk met de bekerfinale. Is dat dus echt iets wat je nastreeft, wel een beker winnen? Ja, je moet natuurlijk zien of het realistisch is met de clubs die je tegenkomt. Maar ja, waarom niet? Ja, als je er zelf niet in gelooft, dan gaat niemand anders voor je doen. Dus ik geloof er wel in. Tot nu toe ook niet helemaal makkelijk gemaakt, toch? Met de loting. Zoveel clubs die al amateurvereniging hebben gehad. Jullie dan eredivisieploeg en de keukenkampioen-divisieploeg, toch? Nee, en gewoon resultaat. Nee, precies. Ja. Dus ik hoop dat we dat geluk nog even kunnen vasthouden. En dan zien we wel... Ja, we moeten gewoon natuurlijk... Ons eigen spel moet goed zijn. En dan kunnen wij, ja, zoals Sil ook zegt, kunnen wij van heel veel ploegen winnen. En een bekertoernooi, dat is dan zeker nog eens iets apart. Dus daarin kan het zeker. Zeker als we thuis hier spelen. Dus laten we hopen. Ja, trainingskamp straks, Robin. In januari, naar Cadiz in Spanje. Kijk je daarna uit? Ja, enerzijds wel. Eerst even vakantie natuurlijk. Ja. Maar eigenlijk wel. Ik vind het altijd wel leuk om met de hele selectie zo op stap te gaan. Of ja. naar een mooi warm landje. Ja. En dan hier de koude kikkerlijntje even uitzwaaien. En, ja. Lekker veel trainen en gewoon weer lekker met de bal bezig zijn. En dat mooie is duels na de vakantie ook. Altijd wel leuk. Mooie duels. We hebben twee mooie potjes voor de boeg volgens mij. Dus, ja, Mönchengladbach en Sion onder andere al ja, bekend. Ja, precies. Nou, dat zijn mooie wedstrijden om te spelen natuurlijk. En dan kunnen we weer fris en fruitig van start gaan. Ja, je benoemde het al even. Eerst even vakantie vieren. Cyriel, hoe ziet dat voor jou eruit de komende kerstdagen? Ja, ik ga niet zo heel veel doen. Gewoon met familie, vrienden. En gewoon even genieten. Gewoon eigenlijk even helemaal niks doen en dan kom ik gewoon fris en fruit gewoon weer terug. Ja, Robin, naar je broer denk ik of niet? Even kijken. Ik ga weer gewoon door met voetbal. Ik ga kijken nu, dat wel. Ik speel niet, maar mijn broer die heeft aardig wat potjes te spelen. Ja, hoeveel speelt hij dan?
Ja, ik denk in korte tijd zo'n 4 wedstrijden. Ja. Dus 1 januari, 28 december, 26 december. En dan ja, ook mooie affiches. Dus, ja. Bizar, hè? Zoveel wedstrijden. Ja, het is wel bizar. Maar ja, enerzijds wel, het leeft daar natuurlijk enorm dan. En dus dat is wel leuk om mee te maken. Ja. Ja. Zou je het kunnen, Cyril? 4 wedstrijden in, wat is het, 10 dagen? Ik kan er niet aan. Nee. Ja, ja, het is wel mooi. Zeker dan in Engeland. Dat is natuurlijk wel het van het Boxing Day kunnen voetballen. Dus dat is, ik denk dat je dan wel iets extra kan ook al. Maar het is wel gegeven, toch? Voetballers zeggen altijd, uiteindelijk zijn de wedstrijden het mooiste wat er is. En ook al speel je 3 in de week, zoals jullie vorige week hebben gehad. Weet je, dat is toch het mooiste, of niet? Ja, tuurlijk. Ja. Ik zeg het, trainen en zo is allemaal wel leuk. Maar die wedstrijden, en vooral wedstrijden winnen, is toch het mooiste gevoel dat er is. Dus ja, ja, als het dat is. Zelfs als je spierpijn hebt of moe bent, ja, dan blijft het ook altijd mooi en dan blijft het ervoor gaan. Ja, nog even vanuit de feestdagen, het kerstgevoel, nog goede voornemens voor het nieuwe jaar, Cyril. Ja, ik zeg, ja, kijk, we staan er nu redelijk goed voor. 25 punten, halfweg. Ja, dan hoop je natuurlijk in die terugronde ja, minstens even goed te doen. Dan kom je om en bij de 50 punten uit. Ja, dan denk ik dat we een heel mooi seizoen hebben en dat we dan ook gewoon op een mooie eindklassering mogen rekenen. En ja, daarnaast hoop ik natuurlijk dat iedereen van onze groep gewoon fit kan blijven en dat we nog veel mooie momenten kunnen meemaken. Ja, mooi jongen. Mooi hè? Sluit me volledig bij aan. Ja, ik ook. Ja? Niet veel... 2020 wordt jouw jaar. Ja. 2020 wordt jouw jaar. Ik hoop het, ja. Ja. Prachtig. We zijn in 2020 ook gewoon weer terug met Heracles TV op 16 januari. Om 12 januari is er ook een speciale Fox Doc over het vergeten kampioenschap van 84-85. Er zou nog meer over gecommuniceerd worden. Jongens, dan rest ons denk ik niet meer om te proosten op de feestdagen. Pak je glas champagne, zou ik zeggen. Op de tweede seizoenshelft, waar het ook zou eindigen. En ik denk de beste wensen en de gelukkige nieuwjaar van iedereen, toch? Beste wensen. Santé. Vanuit Heracles TV, heel graag tot volgend jaar. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito.